Welkom bij deze handleiding voor de digitale platform Seppo. Seppo is een digitale platform waar in je waar, waar je allemaal verschillende uh, spelletjes kunt vinden. Um, heel veel van die spelletjes hebben een soort geografische aard, dus het zijn uh, speurtochten. Uh, uh, je gaat op, zing, op zoek naar verschillende musea, digitaal, en uh, daar kan je vragen dan weer uh, beantwoorden. Um, daar gaan wij in principe niks mee doen, want we gaan ons eigen spelletje ontwikkelen, in dit geval, um, om bij studenten sociaal werk en maatschappelijke zorg de methodische cyclus te kunnen toetsen. Um, dat is een methode die bij beide opleidingen gebruikt wordt. Um, dit is dus de omgeving, en wij gaan op zoek naar. Um, uh, we gaan ons eigen nieuw spel ontwikkelen, dus we klikken op nieuw Game en um, nou, als we dat doen, dan krijgen we zo meteen een scherm en daarbinnen kunnen we beginnen met het uh, ontwerpen van ons, uh, ons eigen spel. Nou, dit is dus de omgeving. Eerst uh, een Vormen die je tegenkomt. We geven het, uh, het spel een naam. De methodische cyclus. En ik wil daarbij een omgeving hebben en daarvoor gebruik ik, gebruik ik een eigen foto die ik wil uploaden. Dus ik klik op Picture, Choose a File. Want het is een eigen foto die ik zelf op de laptop hebben staan en we kiezen een foto van de methodische cyclus en die loaden we dus op in het systeem. Nou hier is hij dan, zijn foto van de methodische cyclus en die zit er dus in en hier heb je allemaal opties die je aan en uit kan zetten, nu staan ze allemaal aan, wil je ze uitzetten dan moet je erop klikken, bijvoorbeeld nu staat er aan een scorebord. En um, dan kan je zien hoeveel punten je hebt verdiend. Dat kan individueel per student of uh, in groepen. We slaan het op. En daar is het dus. Onze omgeving de foto van de methodische cyclus. En ik wil zo meteen vragen gaan verzinnen bij het, uh, bij, voor stap 1. Ik klik op het icoontje hier, links. En hiermee kan ik vragen in het systeem zetten. Um, we gaan vragen verzinnen voor stap 1 van de methodische cyclus. Dus ik geef het ook een naam: stap 1, methodische cyclus, beginsituatie vaststellen. En dit zijn opties van verschillende spelen. Die, die kan ik, kiezen. ik kies een multiple choice vraag. Dan krijg je een schermpje. Daarin kan ik zo meteen een vraag. Um, in het systeem zetten. En ja. ik ga kijken naar een vraag. Uh, terwijl ik dat doe. Je kunt ook zien, je kunt ook gebruik maken van video's die je kunt invoegen hier. Uh, ja, je zou ook uh, audio aan toe kunnen voegen. Dat zijn allemaal opties. Um, attach an image. dat is ook een foto Daar kan hiervoor gebruikt worden. Maar ik heb een vraag erin. Ik wil ze drie opties geven, dus ik klik nog een optie erbij. En dan ga ik gewoon vragen invullen, die heb ik van tevoren al ingevuld. En daarbij feedback. Dus dan weet de student waarom een vraag correct is of niet. Ik klik het juiste antwoord aan, dat is belangrijk. En ik zet daarbinnen het aantal punten die de student kan scoren. Dus nu weet het systeem, nee, die tweede vraag, dat is dus de juiste vraag. En ik kies ervoor om er 10 punten, oeps, om de 10 is een beetje veel. 10 punten te geven aan de student. En dan zit het in het systeem. Nou, in dit geval wil ik er nog een spel erbij doen. En ik kies een ander soort. Of een ander, Ik wil nog een vraag erbij doen. Ik kies een ander soort vraag. Add a missing word. Exercise. En dan klik ik erop en het zit er nu in. En ik moet een add blank field. Dus een leeg veld toevoegen. Daar ben ik op zoek naar een bepaald woord die de student moet invullen. En ik zet mijn vraagopdracht erin. En als ik die erin heb staan, dan ga ik in het veld. Zo meteen even kijken. Het is een manier om de te gegevens te achterhalen? En hiermee ook de. Het is een beetje ingewikkeld, dus dan maak maakt het vraag wat. Hou hem simpel en in het leegveldje kan je dan het antwoord schrijven waar je naar op zoek bent. En dat is in dit geval een intake-sprek. En ook hiervoor kan ik weer bepalen hoeveel punten ik aan de student geef. In dit valt 10. En dat betekent dat er nu twee verschillende vragen erin staan. Waar je beide 10 punten op kan scoren. En dit zijn de verschillende andere soorten vragen die je, of opdrachten die ik in zou kunnen zetten. En natuurlijk, je kan altijd audio en video gebruiken. Of eventueel ook een plaatje bij een opdracht toevoegen. Ik wil nog even kijken naar additional settings, want ik wil een soort spelelement toevoegen. Dus ik kies voor time pressure. Dat is een tijdslimiet en ik geef in dit geval de student een minuut de tijd om beide vragen te beantwoorden. En uh, natuurlijk kan het individueel student zijn, maar het kan ook groepen zijn tegen elkaar strijden. Save and close. En dat betekent dus nu dat uh, een groep of een student 20 punten kan scoren als hij binnen de tijdslimiet de vragen goed heeft. Nou, dan staat hier het uh, icoontje. Ik zet hem op de juiste plek, want hij hoort bij stap 1 van de methodische cyclus. En als de student de stok klikt en het opent, dan komt hij of zij de twee vragen tegen die hij moet beantwoorden binnen een minuut. Nou, dit is dus de manier waarop je eigenlijk uh, je eigen uh, spel ontwerpt. Om formatief te toetsen wat voor theorie is blijven hangen bij de student, hoeveel theorieën kan de student toepassen. Ik ga hem delen, dus ik kies voor het icoontje links daar in het scherm. En daarmee kan ik een code versturen, bijvoorbeeld via Teams of via de mail, waarmee de student uh, zich uh, kan inloggen. En dan kan hij het spel spelen. Ik kan ook handmatig één voor één uh, mensen toevoegen via de mail en dit is meer voor als je teams, verschillende teams, groepen tegen elkaar zou willen laten strijden, dat kan ook. In dit geval is het een handige tool om formatief te toetsen om te kijken van in hoeverre beheerst de student een bepaalde theorie uh, en daarmee kan je als docent dus ook je les aanpassen of voor de hele groep of eventueel extra begeleiding aanbieden aan een student. Uh, in dit geval gebruik ik hem voor de methodische cyclus, maar het had net zo goed had uh, ik een spel kunnen ontwikkelen voor het vak communicatie, ontwikkelingspsychologie. Nou, er zijn, uh, de mogelijkheden zijn uh, oneindig. En um, dit is dus um, een voorbeeld van Seppo een geweldige, leuke, interactieve, digitale omgeving.